Eerste editie zomercarnaval. Recreatie Menners IJsselstein bestaat 25 jaar. Het is vandaag 2 september, dit is het Penemaasjournaal. 18 maanden celstraf en tbs met dwangverpleging. Dat heeft het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in Roermond geëist tegen de 37-jarige AL uit Venray. De aanklager gaf aan dat poging tot doodslag in deze zaak wettig en overtuigend bewezen kan worden. De in Haarlem geboren L zou op 12 september 2012 zijn buurman S in de Klarinetstraat in Venray hebben bedreigd met een mes en daarbij hebben geroepen: "Ik maak je dood." De geëiste celstraf met aftrek van voorarrest is verzwaard met tbs met dwangverpleging, naar aanleiding van een psychologisch rapport en op aanraden van de reclassering. Afgelopen weekend stond het Schouwburgplein 2 avonden in het teken van live muziek. Toeschouwers konden vrijdag van een soul-funkband genieten en op zaterdag was er voor het eerst zomercarnaval in Venray. De Royse Hofkapel trad deze avond samen op met Ben Verdelle en Weetree. Een unieke samenwerking waarbij het voor de Royse Hofkapel ook bijzonder was om in de zomer op het podium te staan. Maar wij zijn natuurlijk nu al weken bezig met het repertoire en het opbouwen. Dus ja, we zijn er nu een beetje gewend. En we hebben afgelopen dinsdag met Ben Verdelle mogen repeteren. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Dus wij zijn al een beetje in de stemming. En nou ja, vanavond het feestje. Ja, en hoe gaat het vanavond? Ja, super. Ja. We hebben gewoon ontzettend veel mensen op het plein en dat doet veel. Dus dan speel je heel lekker. Hoe zijn de reacties? Ja, tot nu toe goed. Sommige mensen zeggen ook van ja, het is wel een beetje vreemd. Zomercarnaval. Maar ja, het is gewoon een feestje eigenlijk. Rio in Roy was een initiatief van Café Hulsman, Theatercafé De Artiest en Café Bubbles. De vrijdagavond werd hier aan toegevoegd als afscheid van Wilbert van Waaienburg, uitbater van De Artiest. Sinds vandaag heeft Schouwburg Venray de horecaactiviteiten weer in eigen beheer genomen. Voor Wilbert komt er na 20 jaar horeca even een rustigere periode aan. Ja, wat ik hierna ga doen. Ik ga eigenlijk even niets doen. Ik doe wat kleine klusjes links en rechts. En ik wil graag ook nog iets op de markt gaan zetten. Maar daar zijn we nog heel lang mee bezig. Maar eigenlijk even niets. Heel veel tijd besteden aan vrienden, familie en mijn lieve vrouw. Die misschien in de laatste 20 jaar iets te weinig aandacht hebben gekregen. Maar dat gaan we helemaal goed maken. Want je doet dit dus nu al 20 jaar. Als je terugkijkt op die tijd, wat is dan wel een mooie herinnering? Een mooie herinnering is dat ik enorm veel mensen, fijne mensen heb leren ontmoeten, leren kennen. We hebben enorme mooie evenementen gehad. Ik noem het René Vroger, 100 jaar Rabobank, Volumia, Carnaval Kermis. Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Ik heb een super tijd gehad, mede ook namens mijn fijne collega's altijd op het plein. En nou komen de aankomende tijd nog meer evenementen op het Schouwburgplein. Kom je dan wel nog even langs? Ja, ik heb besloten bij de Roets aan de bar aan de linkerkant te gaan hangen. En met de kermis aan de andere kant. Dat heb ik nooit echt meegevierd, die volksfeesten. En dat gaan we nu wel meemaken. Lijkt me heel leuk. Geen van de bezoekers had zich verkleed. En handschoenen aandoen om in de kou het bier vast te kunnen houden was ook niet nodig. Wel was er een avond lang alleen maar carnavalsmuziek. Een nieuwe ervaring voor de Venraynaren. Een leuk initiatief. Alleen een beter weer nou. Het is zeker iets anders dan in de winterdag. Heel vreemd. Waarom? Ik ben niet van de zomercarnaval, ik ben van de echte carnaval. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Ja, ik ben dat net, maar heel leuk. Zou het altijd moeten zijn. En komt het een beetje overeen met carnaval? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Op het Schouwburgplein worden steeds vaker evenementen georganiseerd. De aankomende tijd staan openluchtbioscoopavonden en het evenement Smaak zit tussen je oren nog op de planning. En ook Venray on Ice wil graag terugkeren op het Schouwburgplein. Toch zijn er echter ook wat strubbelingen met omwonenden vanwege de nodige geluidsoverlast. De geïnterviewde bezoekers hebben hierover in ieder geval allemaal hetzelfde standpunt. Nou, ik denk dat het centrum moet bruisen, dus
ik denk wel dat als je ervoor kiest om in het centrum te wonen, dat je ook kiest voor een aantal evenementen. Dus ik vind het prima dat er zoveel mogelijk evenementen zijn. Ja, net zoals Fenrij on Ice bedoel je dat misschien ook. Ja, dat is echt zonde. Jammer, maar ja. Ja. Jammer. Ja, je weet dat je in het centrum gaat wonen, dus dan kun je daar last van hebben. Dan kies je voor, denk ik. Nou, de mensen die hier gaan wonen, die weten dat hier activiteiten worden georganiseerd. En daar moeten ze maar rekening mee houden. De organisatie heeft besloten Rio in Roy tot een terugkerend evenement te maken. Woensdagmiddag 4 september om 14:30 middags worden de 76 nieuwe leden van Jeugd Natuurwacht Venray geïnstalleerd. Tevens krijgen ze tijdens deze bijeenkomst hun JNW-spullen. De installatie wordt verricht door burgemeester Hans Schillissen in de foyer van Sporthal De Wetteling aan de Zuidsingel in Venray. Aankomend weekend organiseert de vereniging Recreatie Menners IJsselstein voor de 25e keer menwedstrijden. Naar aanleiding hiervan is de vereniging door de bond geselecteerd om de landelijke kampioenschappen klasse 2-3 te organiseren. Daarnaast viert de vereniging dit jaar ook een 25-jarig jubileum. De vereniging is een samenvoeging van diverse menners uit de buurt die elkaar steeds vaker in de bossen tegenkwamen. Alhoewel het aantal jaren van de vereniging en het aantal georganiseerde wedstrijden overeenkomt, betekent het niet dat de mennervereniging meteen vanaf het eerste jaar wedstrijden heeft georganiseerd. De eerste jaren zijn we dus vaak wat recreatief gaan rijden. En onderhand bestond ook een beetje het wedstrijdelement van de menssport. Dat is pas een groeiende tak geworden. In die tijd, in de jaren 70, is eigenlijk pas de menssport begonnen te groeien. En daardoor is ontstaan dat we mensen ook interesse kregen. Nou, we gaan spelletjes doen. Toen waren er nog geen reglementen. Die hebben we vaak zelf verzonnen. Op allerlei manieren wat we dus een bepaalde sport gedaan hebben. En voorheen was het vaak ringsteken en wat andere zaken met sport. En na de hand kwam het wedstrijdelement van de KNS uit. En daar hebben we ook spulletjes van overgenomen. Ze zijn ook hobbymatig mee begonnen. En uiteindelijk groeide daar landelijk ook activiteiten voor om wedstrijdelementen in te bouwen. In totaal doen er 105 deelnemers mee vanuit het gehele land. Aanstaande vrijdag 6 september zijn de dressuur- en vaardigheidswedstrijden. Zaterdag is de marathon met 6 grote hindernissen. Op dit moment legt de vereniging de laatste hand aan het parcours. Hier hebben ze al veel tijd aan besteed. We zijn hier al lang bezig, maar we hebben hier op dit terrein hebben we vaste hindernissen staan die we als vereniging heel vaak gebruiken. In het voorjaar hebben wij altijd een oefenmarathon en daar doen ook altijd een 80 deelnemers aan mee. En dan wordt hier niet zo groot opgezet als nu, want op een eenvoudigere manier. Dus we komen 's ochtends rijden en 's avonds is al iedereen afgewerkt. Maar we zijn hier na de hand hebben we vormen gaan geven. We gaan de hindernissen opschonen. We gaan de hindernissen nog mooier maken. En daar hebben we dus bijna de hele zomer dus iedere week wel een dag of om de twee weken 1 of 2 dagen aan gewerkt met de vrijwilligers van onze vereniging. Beide dagen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12:00 middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen overdag is het vrij zonnig. Hier en daar is er wat sluierbewolking. Er ontstaan enkele kleine stapelwolken. Het wordt in de loop van de middag zomers warm met 25 graden. Namens het hele team wens ik u een fijne avond.